Hoi, leuk dat je kijkt. Ik ben vandaag in het Edese Bos. Zoals je misschien kunt zien, nou zo kan je het sowieso zien, ben ik op de fiets. En ik ben benieuwd wat ik allemaal tegenkom. Ik hoop op een zwarte specht. En misschien iets van een wild zwijn of zo. Het waait best wel. Ik ben heel benieuwd. Oh, ik voel bijna een eikel op mijn kop. Er komt van alles uit de bomen vallen. Wat wel mooi is hier in het Edese Bos, en dat is wel iets van de laatste, nou best wel lang eigenlijk al, is dat ze dit soort bomen, die laten ze staan. En dit is echt een hele populaire boom bij spechten. Die zitten erin te hakken, nu zit toevallig even niks. En het geeft ook echt een mooi plaatje. Kijk naar dit soort bomen, mooie paddenstoelen. En dat is het mooie van een bos. Een dode boom betekent eigenlijk heel veel leven voor andere dieren en planten en zo. En paddenstoelen. Echt mooi. Het is echt een heel mooi stuk. Allemaal grote oude bomen. Echt fantastisch. Er zitten hier allerlei spechten. Maar ook allerlei zangvogels. En ook veel wild. Dus ik hoop er vandaag wat van te kunnen laten zien. Het is tot nu toe vrij stil helaas, maar ik kan wel wat, kijk hier bijvoorbeeld dit stuk, daar zie je een beetje gemengd met wat ondergroei. En daar zat eerder dit jaar een fluiter. Fluiter is echt een heel mooi geel beestje, een beetje als een fiets of een tjeftjaf als je die kent. Alleen een stuk geler en die heeft echt een heel mooi deuntje. En zoals je kunt horen, echt super mooie vogel. In het Edese Bos zitten echt een aantal territoria. En verderop, een planken walmuizen, zo zitten er nog wel meer. Maar het is altijd een feest om die te horen. Die komt vrij laat terug uit Afrika, waar ze overwinteren. En als ze er dan zijn, dan is het altijd weer een mooi moment als je de eerste fluiten hoort. Echt een prachtig vogeltje. Het stukje waar ik nu ben, zie je met allemaal varens, zoals je kunt zien. Is altijd heel populair bij wilde zwijnen en die ploegen de hele boel onder, om bedoel ik. En dan kijk je, kan je dat nog wel even zien. Ik zal het even laten zien. Helemaal omgeploegd. Maar goed, de varens die groeien weer opnieuw en binnenkort zullen de zwijnen hier wel weer toeslaan denk ik. Wat ze dan doen is dan graven ze echt helemaal diep het onder wortels te kunnen opeten. Daar schijnt heel veel eiwitten in te zitten. Is me ooit verteld, geloof ik ze ook zomaar. Dus die zijn heel populair bij wilde zwijnen. En zo grappig hier, kijk, dit pad stond ik een keer echt oog in oog met een beer. Ja, een wild zwijn, een mannetje, heet een beer. En dat was echt zo vet, groot beest, niet normaal. En we stonden even oog in oog met elkaar. Ja, ze schijnen slecht te kunnen zien, maar we stonden echt heel dicht bij elkaar. En had me sowieso, denk ik, opgemerkt en... Toen ging die na een paar seconden er vandoor, maar dat was echt een mooie ontmoeting. Dat soort dingen blijft mij in ieder geval altijd bij. Nu weer verder. Ik hoop dat ik er vandaag eentje echt in het echt zie, anders zal ik nog wel wat archiefmateriaal laten zien. Ik ben nu aangekomen op de Edese Hei, zoals je kunt zien. Echt hartstikke mooi hier. Ik had hier laatst nog een nachtzwaluw. Die vloog echt 3 meter boven mijn hoofd. Ja, mooi. Op dit stukje hier zo zitten vaak geelgorsen en kneuien en allerlei klein spul. Heel erg leuk. En het mooie van de Edese Hei is dat het een van de plekken is waar je nog heel veel zingende veldleeuweriken hebt in het voorjaar. Dat is echt zo'n prachtig geluid. Het zijn er echt veel, dus dat vind ik wel echt heel fijn, want de veldleeuwerik, daar gaat het niet super goed mee. Vooral in het landelijk gebied is die verdwenen, maar hier op de Edese Hei zitten ze dus nog echt zat. En je kunt hier heel duidelijk zien dat de hei echt heel droog is. Het is natuurlijk echt al weken, misschien wel maanden is het al heel droog. En ik ben benieuwd of hij paars wordt dit jaar. Ik denk niet zo heel erg. En van die droogte hebben de meeste dieren wel last. Daar hebben ze sowieso last van. En als je nu ergens een plek weet waar water is, dan kan je daar gewoon naartoe en echt even gaan zitten. En ik ga binnenkort even naar Delenwoud en daar heb je ook een mooi poeltje. Ik hoop dat ik daar van alles kan zien en ook kan laten zien. Dat is natuurlijk wel helemaal het mooiste. Maar hier is het dus vooral droog. Ik hoor wel wat vogels, maar ze laten zich lastig zien vandaag. Hier zo. In dit boompje. Oh. Dat boompje zit een vrouwtje gekraagd roodstaart.
Ze zat net te alarmeren, nu is ze natuurlijk even stil. Dat zul je altijd zien. Maar dat is ook wel een mooie soort. Ze zitten ook wel in dit soort stukken met hei. En op de rand van hei en bos, kijk hier achter. Een heel stuk met allemaal naaldhout. Dat is echt een mooi stukje voor gekraakte roodstaart. Nou, ze zitten er nog. Leuk. Leuke soort is dat. Dit is hier achter nog steeds Edese hei. Het is niet een geluksdag vandaag met vogels. Ik heb wel wat dingen gezien, maar ik krijg het niet zo goed in beeld. Maar gelukkig heb ik nog archiefbeelden, dus deze video wordt sowieso leuk. Kijk, dit stukje, dat is ook een mooi stukje. Dat is op zich ook wel best geschikt voor mijn favoriete vogel, dat is de draaihals. Dat is een spechtensoort. En die broedt vaak in stukjes met dit soort ja, van die losse dennetjes. Met spechtengaten, want draaihals is een specht, maar hakt niet zijn eigen hol. En dat is echt een super mooie vogel. Hier zit ook vaak roodborsttapuiten. Die broeden hier ook best wel veel. Die zijn al best wel vroeg terug in het jaar. In maart meestal zie je ze al wel op de hei. En ja, ze hebben volgens mij wel iets van 3 legsels per jaar. Dus grote kans als je op de hei bent dat je ze ziet. En het leuke van de roodborsttapuit is dat ze altijd boven in een struikje gaan zitten. Dus of op een zo'n mooi heidestruikje of in een wat lager boompje. Maar altijd bovenin, zodat je ze goed kan zien. Dat vind ik echt heel relaxed van die roodborsttapuit. Je hebt ook vogels die gaan altijd midden in de bosjes zitten, zodat je niet kunt zien. Maar de roodborsttapuit die is heel... Ja, ik vind het goed opgevoed. En als je een beetje aandacht hebt ervoor en er goed naar gaat zoeken met een verrekijker, dan kun je die echt zien. Ze zijn echt hele leuke beestjes, zoals je nu kunt zien in deze archiefbeelden. Echt fantastisch. Ik hou het voor gezien vandaag. Het is niet echt mijn geluksdag, maar ik hoop toch dat je ervan hebt genoten. Dat is het leuke aan vogels kijken en soms het frustrerende. Je weet nooit wat je tegenkomt. Soms zie je van alles, soms zie je niks of weinig. Ja, het is altijd lekker om buiten te zijn sowieso. Geeft me rust aan de ene kant en energie ook. Ik krijg er echt energie van. En ja, ik weet ook zeker als jij een keer erop uitgaat, ga eens lekker bos in. Kijk om je heen. Vogels kijken helpt mij altijd heel erg om in het nu te zijn, in het moment. Je hebt gewoon geen tijd om te denken aan de dingen die je nog allemaal moet doen. Van jezelf of van anderen. Of wat je, ja, je zorgen kan je echt even vergeten. En nou, daar probeer ik mensen mee te helpen. Onder andere door dit soort filmpjes. Je kan ook een keertje met me meegaan. Dat is ook leuk. Ik ga binnenkort uit de Oostvaardersplassen. Er zijn nog plekken. Dus check mijn website, degezondevogelaar.nl. En schrijf je in, dat zou ik echt super leuk vinden. Bedankt voor het kijken. Abonneer je op mijn kanaal nog, dat moet ik nog even zeggen. En een hele fijne dag. Doei!